Hoofdstuk 17 van het boek Openbaring. Babylon, de moeder van hoeren, valt. Hoofdstuk 16 werd beëindigd met de zevende schaal die in de lucht werd uitgestrooid. En zo heeft Babylon haar rechtvaardige oordeel ontvangen. Deze fase is uiterst belangrijk dat de drie verdere hoofdstukken aangewijd worden, namelijk hoofdstuk 17, 18 en 19. En deze moeten worden onderkend. Deze vrouw Babylon, welke Satans kanaal is op aarde, is in vijandschap tegen Israël, Gods volk, en wordt onderverdeeld in haar drie hoedanigheden, namelijk A. kerkelijk, B. economisch en C. politiek. God gaat met haar ook in die volgorde afrekening. Geen blijvende vrede zal ooit op de aarde komen, zolang er nog één van deze drie blijft voortbestaan. En niets zijn afgestraft, want God is rechtvaardig. In deze drie stelsels liggen alle fundamentele oorzaken van alle ellende en smart die op de wereld voorkomen. Al deze drie zijn in de afgrond van Satan uitgebroeid en in opstand tegen Christus en zijn koninkrijk gebracht. Heer Jezus moet Heer zijn over allemaal. Alles moet rein zijn met Christus als middelpunt. Onze verhouding met elkaar moet rechtvaardig zijn en gebaseerd op gerechtigheid. Micha 6 vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is, en wat de Heere van u vraagt, niet anders dan recht te doen en getrouwheid, lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Geen één van deze zaken kan vrij en onbelemmerd beoefend worden, terwijl Satan en zijn stelsel nog bestaan en ongestraft blijven. Dit is ook wat God gaat doen voordat hij het koninkrijk van zijn zoon met de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde opricht. God zal het oordeel over Babylon in drie fasen uitstorten, zoals hierboven is aangegeven. In Openbaring 17 zien we hoe Babylon in haar kerkelijke hoedanigheid onder het oordeel komt. In Openbaring 18 in haar economische en in Openbaring 19 in haar politieke hoedanigheid. Alle drie zijn natuurlijk zeer intiem aan elkaar gekoppeld en zal min of meer gelijktijdig plaatsvinden. Maar zij zullen duidelijk herkend worden. Het in elkaar storten van het gehele economische stelsel, zoals in Openbaring beschreven wordt, zal onmiddellijk leiden tot het in elkaar storten van het politieke stelsel. Oorlog op grote schaal zal komen zoals de wereld dit nog nooit heeft gezien en nooit meer zal zien. Dit is in Openbaring 19 voorspeld. In andere woorden, een ontstellende economisch in elkaar storten zal aan die finale of vuurstadium van Armageddon voorafgaan. Wij zullen daar volledig op ingaan in onze volgende studie. We lezen nu vers 1 en 2 van dit hoofdstuk. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn hare hoererij. Vroeger gebruikten herbergiers vrouwen in hun kroegen om de drank over de toonbank te bedienen, met het doel hun klanten dronken te voeren en alles wat daarmee samengaat. En zo werden zij van hun geld en bezittingen beroofd. In figuurlijke en geestelijke zin heeft Rome veel van Gods heilige sacramenten en leerstellingen genomen en haar eigen wijn van valse leringen daarin uitgegoten tot haar eigen voordeel en eer.
In het oude oorspronkelijke Babylon heeft koning Belshazzar precies hetzelfde gedaan. Hij liet grote maaltijden bereiden en al de heiligen, gouden en zilveren voorwerpen van God gebruikt voor zijn hoge gasten om daaruit de wijn te drinken. Een hand schreef op de muur van de eetzaal en dezelfde nacht is hij omgekomen en werd Babylon ingenomen. U vindt dat verhaal in Daniël 5. Dit zijn dezelfde zaken waar de Heer in Jeremia 51 vers 5 tot 10 en vers 13 tot Babylon spreekt. In vers 15 van Openbaring 17 worden wateren verklaard als volken en menigte en natiën en talen. Op dezelfde wijze zoals de kroegmeiden van wel eer deden met de klanten van de herbergiers om deze dronken te voeren, zoals in Babylon doet die de natiën razend maakt. Jesaja 57 vers 20. Maar de goddelozen zijn als de zee zo opgezweept dat zij niet tot rust kan komen en wie wateren slijk en modder opwoelen. Joël 3 vers 14 zegt het volgende. Menigte, menigte in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing. Zie je ook Openbaring 17 vers 15, hoofdstuk 12 3 tot 4, hoofdstuk 13 vers 1, Daniël 2 vers 1 en Psalm 2 vers 1. Toen de Medo-Persen Babylon binnenvielen, brachten zij koning Belshazzar om het leven. Deze werd beschouwd als de vertegenwoordiger van het Babylonische godendom. Hij was de opperpriester. Op grote feesten verscheen hij in scharlaken met zo'n bisschopsmijter op zijn hoofd. Deze mijter was ter ere van de visgod Dagon. Daarom had deze mijter de vorm van een vis. De bisschopmijters van de Rooms-Katholieke bisschoppen lijken precies zoals deze door de oude Babylonische opperpriesters, die dus pontifex werden genoemd, gedragen werd. Dit is nog één van de boze zaken die nog voortleven uit de dagen van het oude heidense Babylon. Helaas gebruikt de Engelse kerk ook deze kledingstukken die nog is overgebleven na het afleggen van het Roomse juk. In een vorig hoofdstuk heb ik verwezen naar het overgaan van het stelsel van het beest vanaf Babylon naar Pergamum en Rome. Na de dood van Belshazzar vluchtten de priesters van Baal uit Babylon naar Pergamum. Dat ligt in Klein-Azië, waar zij opnieuw hun oude afgodsdienst van Babylon vestigden en voortgezet hebben. De koning van Pergamum was op alle godsdienstfeesten uitgedorst in de allerzwierigste klederdracht, zoals Belshazzar, en met die vismijter van de god Dagon op zijn hoofd. De laatste koning van Pergamum is ongeveer een kwart eeuw voor Christus gestorven. Zijn naam was Attalus de Derde en heeft al zijn gebieden en bezittingen aan de inwoners van Rome vermaakt. Die grote stad die heerschappij voerde over de koningen van de aarde. Op deze wijze is door de loop der tijden het Babylonische schouwspel, dus de mijter en zijn priestergewaden enzovoort, naar Rome overgeplaatst. Julius Caesar werd als Pontifex Maximus gekozen, wat de opperste paus, zodoende zijn de keizers van Rome, beide paus en keizer geworden. Dat is ontzettend interessant hoe zij dat hebben overgenomen vanuit het oude heidendom. Dit werd aangehouden tot het jaar 379 AD, toen keizer Gratian besloot dat hij niet langer de titel van opperste paus zal dragen,
omdat dit een heidense titel was uit de dagen van Babylon. Kretion was in naam een christen. En wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft deze titel en ambt overgedragen aan de bisschop van Rome. Dus eerst had hij Romeinse keizers en heersers die titel en die werden nu aan Rome overgedragen. De eerste Roomse bisschop die de titel van opperbisschop of paus aanvaarde, heeft met deze titel ook alle Babylonische bijbende horen zaken aanvaard. En deze paus heette Damasicius. Aldus is de erfenis van het oude Babylon en haar paperij, afgodendienst, macht en glorie, grootheid en goddeloosheid op de kerk van Rome overgegaan. Ik wilde dit punt vastleggen die ik al in de vorige hoofdstukken al genoemd had, omdat deze erg belangrijk zijn. Laten wij de drie stappen nog eens opsommen hoe de kerk van Rome het Babylonische stelsel geërfd heeft. Ten eerste van Babylon naar Pergamum, ten tweede van Pergamum naar het oude heidense Rome onder de keizers, en ten derde het oude heidense Rome naar het Rome onder de pausen. Hoe gepast is de omschrijving van het boek Openbaring, die het ontstaan van Rome beschrijft als het grote Babylon, Openbaring 17 vers 5. Want zij is de afstamming en opvolger van het oude Babylon. Hier is nog een andere dwaling van de Roomse kerk die direct teruggeleid kan worden naar het oude Babylon, het vage vuur. Monniken en nonnen, priestergewaden, bisschopsmijters en staf, heilig water, beelden enzovoort. Al deze dingen waren in gebruik in de heidense godsdiensten van het oude Babylon. Zoals Babylon Israël misleidde, zo heeft de Roomse kerk al haar miljoenen leden misleid en doen dit nog steeds. Zoals het oude Babylon de vijanden van Israël, zo is de kerk van Rome dit vandaag nog steeds. Zij heeft tienduizenden van Gods kinderen door de eeuwen heen in velen van de delen van de wereld vermoord. Als je het boek zou kunnen krijgen van Augusta, Cook in Light from Patmos, dan vindt u dit beschreven op pagina 187 tot 190. Er zijn zoveel prachtige boeken geschreven die over deze geschiedenis gaan. Helaas onbekend in ons land. In het jaar 1825 geeft paus Leo de X medailles laten staan waarop de kerk van Rome als een vrouw voorgesteld wordt die een beker aan de wereld aanbiedt en er aanspraak op maakt dat zij voorzitter is over het hele universum. Wij hebben daar een foto van, een afbeelding. Vers 3 van ons gelezen gedeelte. En hij voerde mij in de geest naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten op een scharlaken rood beest dat vol was van godslastelijke namen en het had 7 koppen en 10 horens. Het woordje woestijn is een heel interessant woord, wordt bedoeld als vaste land van Europa in de dagen van Johannes en was dus feitelijk onbekend. Dit gebied lijkt veel in veel opzichten op de binnenlanden van Afrika voordat die Afrikaanse boeren begonnen aan hun grote trek. Het is altijd interessant als je geschiedenis leest proberen een voorstelling te maken van wat de schrijver eigenlijk bedoelt. Dus ook in het boek Openbaring wordt Europa toentertijd aangeduid als een woestijn. De Engelsen hebben daar een prachtig woord voor, wilderness, en geeft een betere uitdrukking aan van het Griekse woord wat gebruikt wordt, eremos. En dat is volgens de Engelse taal young deserts of desolate place. Nou, desolate betekent dat het natuurlijk afgrijzelijk is.
Dit was dus deze woestijn waar de natiën van Europa zich ontwikkelden en later onder de dwingelandij van de paus omtrent meer dan 1000 jaar het geval is geweest van het heilige zogenaamde Romeinse Rijk. De Israëlvolkeren hier ook in het westen hebben meer dan 1000 jaar, om precies te zijn 1260 jaar, onder de absolute heerschappij van deze dictators geleefd van het heilige Romeinse Rijk. Deze vrouw, de Rooms-Katholieke van Rome, heeft 7 koppen en het dier, de 10 koninkrijken van Europa, waar zij dan meer, en ik herhaal het nog een keer, 1260 jaar op heeft gereden of heeft gezeten. U zal het misschien nog weten hoe wij hebben uitgelegd hoe de 10 tenen van Nebukadnezars droom de 10 koninkrijken voorstelden van het heidense Romeinse Rijk en hoe 2 ijzeren benen zich ontwikkeld hebben. Dit is natuurlijk een geschiedkundig feit dat na de keizer van Rome de paus is gekomen. Laatstgenoemde heeft alle financiële en militaire ondersteuning van de Europese natiën ontvangen. Men kan met recht zeggen dat de kerk van Rome op hen gereden heeft, dus ook bestuurd heeft. Dat deze Europese koninkrijken ook het pausdom van Rome hebben gedragen. In grote mate doen zij dit vandaag nog steeds, maar hierover later meer. Vers 4. En hij voerde mij in de geest op weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlaken rood beest dat vol was van de godslastelijke namen en het had 7 koppen en 10 horens. Wanneer een kardinaal verheven wordt tot het ambt van paus, dan wordt deze uitgedorst in allerhande prachtige waden, waarvan er 5 van scharlaken zijn, terwijl het ondergewaad met parels bedekt zijn en een kroon of mijter met goud en edelstenen op zijn hoofd wordt gezet. Dit verschilt erg met het gewaad van een waarachtig dienstknecht van God. De Bijbel zegt dat zijn hoedanigheid en met ootmoed bekleed moet zijn, zoals 1 Petrus 5 vers 5 ons dat leert. Het gewaad van de paus is precies het gewaad van het grote Babylon. De grootheid van Rome staat gelijk aan grote rijkdom. De kerk schitterde in alle rijkste versierselen. Grote hoeveelheden edelgestenen versieren ook het altaar en bezit kostbare schalen van goud en zilver, zoals ook wordt aangegeven in Daniël 5, hoofdstuk 1 tot 4. Nee, Daniël 5, vers 1 tot 4. Vers 5. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis met grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. De vruchten van het pauselijke stelsel is natuurlijk niet de mensheid in haar eenvoud, die is er op uit om het mensdom naar Jezus te leiden, zoals in 2 Korinthe 11 vers 3 staat, of hen op hun plaats te brengen, om in aanmerking te komen voor de eerste opstanding, zoals er geschreven staat in Openbaring 20 vers 4 tot 6, integendeel. Zij heeft veel waarheden zo vertroebeld en verdraaid, dat dit niet eens nabij de waarheid kan komen. Zo hebben zij het mensdom misleid, zoals het in werkelijkheid zover was dat het verborgen genoemd werd. Door het mensdom kon dat niet herkennen. Dit is dus een gruwel voor God. Een bekende schrijver, Dr. Eliot, heeft het pausdom tot het jaar 1550 AD op al haar meters laten zetten de woorden mitres of de woorden verborgen. Interessant, als je geschiedenisboeken leest, dan kom je nog eens wat tegen. In de donkere middeleeuwen was het gehele kerkelijk structuur in Europa, zelfs tot in Engeland toe, door dit systeem van betovering
dat onder het pausdom viel. Zij werden erdoor gevangen gehouden. Hoewel de reformatie tot veel zogenaamde protestanten geleid heeft om tegen dit pausdom te protesteren, zijn er toch nog velen van zijn valse leerstelling, die hebben zij niet omvergeworpen. De reformatie was lang niet compleet. Het gevolg is dat velen in het christendom vandaag nog zonder het besef zijn dat er veel dwalingen zijn en deze opmerking voldoet nog steeds niet aan ernst onder vanwege de Romeinse dwalingen en deze schiet hopeloos tekort aan de volle waarheid van de kracht, let wel, van de eerste gemeente. Daarom is zij de moeder van de hoeren. Dit is namelijk een Bijbelse term voor geestelijke afdwaling van God. Dit toont aan dat er andere godsdienstige organisaties zijn die daarvan afstammen en daarom afvallige dochters zijn en die tot dezelfde familie behoren. Inderdaad, hoe ernstig deze waarheid ook mag zijn, de waarheid moet gezegd worden, in vele opzichten was de hervorming niet compleet. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 7 schrijft Paulus het volgende. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt verwijderd is. Al de oude kerkvaders hebben naar het pausdom gewezen als naar de mens van zonde van 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 die op het toneel zou verschijnen zodra de Romeinse keizer van het toneel zou verdwijnen. Opnieuw bevestigt de geschiedenis zo een opvolging. Vers 6. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus, en ik verbaasde mij toen ik haar zag met grote verbazing. Er is uitgerekend dat de paus van Rome rechtstreeks als gevolg van hun geloof 50 miljoen martelaren om het leven zijn gebracht. 50 miljoen mannen en vrouwen die weigerden om deel te nemen aan de afgoderij van Rome, die zich aan de Bijbel vasthielden als het woord van God en hun leven niet lief hadden tot in de dood en tegen de strijd der zonden. Dit is een citaat uit het prachtige boek die geschreven is door Gratian Kinnius. Hij gaat daar dieper op in de vervolging van de Rooms-Katholieke Kerk tegen de toenmalige christenen. 50 miljoen is voor veel mensen ook maar een getal, maar een geweldig groot getal. Wij kampen als Nederlanders al 60 jaar met het getal 6 miljoen. Maar de 50 miljoen van de Roomse Kerk wordt volledig genegeerd en de 10 miljoen christenen onder het oude Romeinse Rijk wordt ook overgeslagen. Dus in de geschiedenis van de jonge kerk zijn meer dan 60 miljoen christenen omgebracht door beide systemen. Ik leg hier ernstig de klemtoon op, omdat dit nooit wordt onderwezen, zo is mijn persoonlijke ervaring. Geen wonder dat Johannes uitermate verwonderd was. Want Johannes was ook een slachtoffer van dezezelfde vervolging van het heidense Rome. Hij heeft gezien hoe duizenden gemarteld werden ter wille van hun christelijk geloof. Maar toen hij deze openbaring kreeg en zag hoe de kerk die verondersteld werd om christelijke kerk te zijn, om de volgelingen van het lam zo te vervolgen en dronken werd van hun bloed, kon hij het niet helpen dat hij zo verwonderd was. Ik kan me dat ook voorstellen, want Johannes zag dit werkelijk gebeuren,
terwijl het nog moest gebeuren. Dus die geschiedenis zag hij van tevoren. Dat moet een geweldige indruk op deze man hebben gemaakt. Ik ben altijd dankbaar dat mijn leraar me geleerd heeft om de Bijbel met fantasie te lezen. Niet als fantastisch, maar gewoon daar beelden bij te produceren. Om de ernst van de situatie beter te verstaan. We gaan het hebben over de verborgenheid van de vrouw en het dier. Vers 7 en 8. Let op, het gaat om een verborgenheid die geopenbaard gaat worden. En de engel zeide tot mij, waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de 7 koppen en 10 horens dat haar draagt. Het beest dat gij zaagt was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderven. En zij die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens, van de grondlegging de wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het beest er was en niet is en er toch zal zijn. In de voorafgaande hoofdstukken hebben we de 7-koppig dier met de 10 horens bestudeerd en gezien dat dit het heidense Rome was tot aan haar einde in het jaar 476 na Christus. De structuur van het heidense Rome wordt hier beschreven als was en is niet. Dit dier heeft zijn kronen of heersersgezag op zijn 7 koppen gedragen. Dit wil zeggen dat dit het gezag van het heidense Rome was, die op de 7 bergen of heumelen gelegen en gezeteld was. De volgende stelling luidt, was en niet, en is niet, beetje moeilijk om het zo te lezen, was en is niet, dit wil niet zeggen dat dit dier is en niet. Dat voorspelt de tijdelijke verdwijning of val van het heidense Rome. Dit zou voor een poosje verdwijnen en dan opnieuw verschijnen, maar dan als een vals godsdienstig stelsel die nog wreder zal zijn dan hij zelf. En wij zullen gaan zien hoe dit gebeurt. Dus de overgang van het heidense Rome onder de keizers naar het pauselijke Rome. De finale fase in de loopbaan van dit dier wordt in de volgende woorden beschreven. Was en is niet. Zijn heropstanding was al voorzegd. Laten we goed opletten hoe de reconstructie of herrijzenis vanuit de afgrond zou komen waar het dier tevoren een regeringsstelsel bezat, namelijk Rome op de 7 heumelen. Dit komt nu tevoorschijn als 10 afzonderlijke koninkrijken, welk wordt aangetoond door het feit dat de kronen overgeplaatst zijn vanaf de 7 koppen naar de 10 horens. Het is zo ontzettend belangrijk om deze dingen goed te overdenken, om er een juist beeld van te krijgen hoe die overgang heeft plaatsgevonden. Ik druk dat ernstig uit omdat er zo ontzettend veel misleiding bestaat omtrent dit boek Openbaring, dat hou je niet voor mogelijk. U heeft echt de geest van Jezus, de Messias, nodig om de achtergronden te kunnen verstaan en ook de tijd waar wij nu in leven. Daar zou echter tussen hen een ander horentje, dat is dus de paus, opkomen, wiens gestalte groter was dan die van de ander. Onder dit valse godsdienststelsel werden de diernatiën, hè, zo worden ze dan ook genoemd, van de Romeinse aarde snel hergegroepeerd en samengesteld tot een koninkrijk door de paus, die zichzelf noemde de koning der koningen en die over hen heerste. Maar de bron van zijn kracht kwam uit de afgrond, zoals reeds is opgemerkt. We lezen ook Daniël 7 vers 8 en vers 20.
Terwijl ik op die horens lette, zie daartussen verhief zich een ander klein hoorn. En drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En ik zie in die horen waren ogen als mensenogen en een mond van grootspraak. Vers 20. En van de 10 horens welke op zijn kop waren, en van die andere die zich verhief, waarvoor er 3 uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak en groter uitzag dan de andere. Nu gaan we het hebben over de mens der wetteloosheid. Dit nieuwe valse stelsel was al lang van tevoren door God aan zijn dienstknecht de apostel Paulus geopenbaard en hij verwijst naar hem in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. We gaan dat ernstig lezen. Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook. Dus Paulus zegt al tegen die mensen in zijn tijd, laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook. Nou, dat moeten we ook tegen onszelf zeggen in onze tijd. Want eerst, zegt Paulus, moet er afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Dat zegt Paulus aan de mensen van zijn tijd. En dat waren ook nog eens een keer Israëlieten van de 10 verloren stammen, waarvan hij, laat maar zeggen, de evangelist was. Hij schrijft brieven. En wij lezen brieven die Paulus aan die mensen heeft geschreven. Dat schijnen veel christenen te vergeten, maar je leest in andermans brieven. En Paulus heeft dus, voordat hij die brieven geschreven heeft, met deze mensen mondeling gesproken, zoals wij dat doen. En als je later een brief schrijft, dan herhaal je niet alles wat je mondeling heeft besproken, alleen de belangrijke feiten haal je weer naar voren. Dat doet Paulus hier ook aan die Thessalonicenzen. Aangaande deze man schrijven de vertalers van de King James Bijbel, let op, in 1611, in hun voorschrijven het volgende. De hoog in waarde en machtige prins James, door de genade van God koning van Groot-Brittannië, en zij zeggen dat zijne majesteit zijn ijver voor het huis van God niet verslapt of achteruit laat gaan, maar nog meer aangevuurd ter verdediging van de waarheid te schrijven, dat er een geweldige slag aan de mens der wetteloosheid moet worden toegediend, dat deze nooit meer genezen kan worden. U hoort het goed, in 1611 werd bij het verschijnen van de King James Bijbel, die wereldberoemd geworden is, al verwezen naar de mens der wetteloosheid die zij een slag wilde toedienen. Terwijl die futuristen nog maar zitten te zeuren dat die antichrist nog moet komen. Men moet de geschiedenis goed kennen, wil je een oordeel vellen. Mensen hebben veel te makkelijk hun commentaar bij de hand. Dat is elke keer mijn ervaring als ik bijbelstudie geef of lezingen hou. Helaas, ergelijk, maar waar. Uit deze stelling ziet men duidelijk dat de hervormers geloofden dat de paus de mens der wetteloosheid was. Zij hebben nooit de mening gehuld, zoals velen van vandaag geloven, dat het laatst genoemde een godlogende antichrist zal zijn. Integendeel, het is duidelijk dat de zogenaamde antichrist een goddienstige macht zal zijn, want hij zit in de tempel van God. Dit wil zeggen, deze zal staan aan het hoofd van een kerk. Uit de volgende getuigenissen zal duidelijk blijken hoe de leidende hervormers over deze zaken dachten. Bijvoorbeeld de Waldeseze. In 1126 AD zeiden zij, de paus is de antichrist, de mens der wetteloosheid
en de Roomse kerk is het grote hoerenstelsel van Babylon. Wycliffe, ook niet onbekend, 1378, zegt de paus is de antichrist. Luther zegt in 1520, heeft de paus als de antichrist veroordeeld. Dan heb je nog een man, Malachon, in 1530. Hij heeft gezegd dat de Roomse opperpriester, oftewel pontifus, met zijn gehele koninkrijk voorwaar de antichrist is. Zo zijn er nog velen op te noemen. Ik heb een prachtige mooie brochure waarin heel uitgebreid op deze materie ingaat. Daar hebben we hier geen ruimte voor. Maar ik zal u nog een paar namen noemen. Tyndale, Ridley, Latimer, Hooper, Fox en al de Westminster kerkvaders, dus de kerkvaders van Engeland, en de opsteller van de belijdenis van 1647 AD, veroordelen dan ook de Roomse mis en dan ook de transsubstantie, het veranderen van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus, als, let op, de gruwelen en onreinheden van Openbaring 17, die de grote hoer in haar gouden beker gehad heeft. De apostel Paulus heeft gezegd dat de verborgenheden van ongerechtigheid is. Hij zegt het is een geest die openbaar was in mensen, zoals dat later ook wordt beschreven in Johannes 3, Johannes vers 9. Als een zuurdeeg dat aan het werk is in de kerk. Maar hij heeft erop gewezen dat er meer dominante machten bezig zijn om die tegen te houden en zou voortduren tot aan de wederkomst van Christus. Altijd zal er een antichristelijke macht zijn die bezig is. Die valt onder de terminologie antichrist. Want alleen in de briefjes, kleine brieven van Johannes, lees je over de antichrist. Nergens anders in de Bijbel vind je daar enige aanleiding voor. Je zal dat niet vinden, alleen in de brieven van Johannes. En dat is zo'n ontzettend eigen leven gaan leiden, los van de profetie waar het in staat, dat mensen werkelijk misleid worden. Alleen Paulus, die onder de geest van Jezus lering heeft ontvangen, schrijft dus aan die Thessalonicenzen: dan zal de wetteloze zich openbaren, hem zal de Heere Jezus doden, door de adem zijns monds en machteloos maken door de verschijning van zijn komst. Dus die antichrist vanuit de dagen van Paulus en Johannes zal blijven voortbestaan totdat Jezus komt en hij zal dat systeem doen omverwerpen. Dat is wat Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. En ik ben de geest van God altijd zo dankbaar dat ik het als eenvoudig mens mag begrijpen. Maar ik geloof ook met heel mijn hart dat wat er staat door de geest van God is opgeschreven, tenminste door mensen, maar dat de geest van God die mensen heeft geïnspireerd en als wij als wederom geboren christenen dat lezen, wij dat ook direct begrijpen. Want het is een openbaring en geen verborgenheid. Zoals we reeds gezien hebben, zat die macht al in Paulus' dagen al stevig in het zadel, in het zogenaamde en genoemde Romeinse profetische aarde. Het heidens Rome met haar keizers, maar onmiddellijk nadat zij hun macht en gezag beëindigd is, is de kerk van Rome is zich hunkerend daarachter aangegaan en streefde naar aardse macht en gezag. En toen die de gelegenheid kreeg om naar voren te komen, kon zij als hoofd uitsteken. En zo symboliseert de mens de wetteloosheid. Dit machtige systeem boven het andere kon opstijgen. Maar haar oorsprong was echter niet uit God, maar kwam uit de afgrond. Zoals we al gelezen hebben in Openbaring 17. Het Griekse woord, welk met ongerechtigheid in 2 Thessalonicenzen wordt vertaald, is het woordje anomos.
Wat betekent, let op, zonder wet of niet onderworpen aan de wet. Dus met andere woorden, wetteloos. Heel interessant om dat weer zo te kunnen lezen. In Matteüs 7, vers 21 tot 23 geeft de Heer Jezus voor ons een goed beeld van diegene die naar hem toe komen en tegen hem zeggen, Heere, Heere. Maar zijn antwoord zal zijn, ga weg van mij, jullie die de ongerechtigheid, dus dat Griekse woordje anomia, wetteloosheid doen. Er zijn er vandaag velen die Heere, Heere roepen, maar hun eigen wetten boven de zijnen verkiezen en dingen doen die hij niet van hen heeft gevraagd. En hier zou ik uren over kunnen vertellen, want daar heb ik een prachtige studie over geschreven. Helaas. Hun namen staan niet in het boek des levens opgeschreven. We hebben in Openbaring 13 vers 8 gezien dat de wedergeborenen, en ik herhaal het weer uit de Ecclesia, de uitgeroepenen uit Israël, want nogmaals, de Bijbel is aan en voor Israël geschreven, en handelt over Israël, dan gaat het nog steeds over de ware Israëliet, wiens naam, let op, staat in enkelvoud, in Gods boek van de grondlegging der wereld geschreven staat. God heeft geen andere natie uitverkoren. Ik weet wel, als ik het op mijn lezingen vertel, dan worden mensen hier nooit blij van en vallen mij er altijd op aan. Maar het staat in Amos 3 vers 2, om zijn zegeningen aan de natiën van de aarde te brengen. Lees ook verder ons commentaar op Openbaring 21 vers 27. Israël is niet een koninkrijk wat op zichzelf staat, maar in dienst van haar koning ter willen van de gehele schepping. Daar gaat het om. In Openbaring 17 vers 8 lezen we echter dat diegene wiens naam niet van de grondlegging der wereld afgeschreven staat, velen van de heidense natiën van de profetische aarde die niet van de verbondsnatiën zijn, want daar gaat het om, de God van de Bijbel is een verbondsgod, staan dan ook niet in Gods verbondsboek beschreven. Vandaag de dag leert men anders, maar het is vals. God kiest en verwerpt. Of mensen dat leuk vinden of niet, dat is een feit. God is een heerser. En daar hebben we ons maar aan te onderwerpen. En God doet nooit één ding verkeerd. Want in Exodus 32, vers 32 tot 33 staat, maar nu vergeef toch een zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek dat gij geschreven hebt. Maar de Heere zei dat door Mozes, wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen. Mozes pleit voor het volk, maar dit is wat God zegt, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek delgen. We hebben geen algemene verzoening en dat soort nonsens meer. Hier beginnen de natiën die voor ons in dit vers beschreven worden, verwonderen zich met grote verbazing toen zij de verbazingwekkende opkomst van dat dictatoriale paapse macht vanuit het midden in Europa zagen opkomen, als een herverschijning van het dier dat er was en niet was, hoewel zij is. Het is een prachtige cryptische omschrijving om goed over na te denken. Vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Dit is nog een uitstaande kernmerk. De zeven heuvelen van Rome zijn bekend. Ik ga de namen niet opnoemen, want dan struikel ik met mijn tong, maar ze zijn te vinden in elk woordenboek. Rome is gebouwd op zeven heuvelen, daar wordt dus ook naar verwezen. Vers 10. Ook zijn het zeven koningen en vijf ervan zijn gevallen. Eén is er nog en de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Dit vers maakt het voor ons mogelijk om onze positie in deze vertolking haarfijn aan te wijzen, om deze ook chronologisch te staven. We hoeven het dus niet te raden en hoeven ook niet onze eigen vertolking te geven,
want de Bijbel vertolkt zichzelf en de geschiedenis, dus de vervulde profetie, bevestigt dit. Ten tijde van het schrijven van het boek Openbaring is het Romeinse Rijk alreeds door 5 verschillende regeringsstelsels gegaan en was toen onder het 6e. Let nauwkeurig op dat in de Bijbelse profetie stelt een berg altijd een koninkrijk of een regering voor. Hoe wonderlijk stelt deze 7 bergen van Rome, die terzelfde tijd de 7 verschillende vormen van regeringen voorstellen of symboliseren. Zij waren als volgt: koningen, consuls, dictators, decimvirs, oftewel 10 manschappen, militaire tribunes of volksvertegenwoordigers en militaire keizers. Dit laatstgenoemde stelsel was in Johannes' tijd in zwang. Dus je had 7 verschillende soorten regeringen, waar de laatste van was het keizerschap. Het volgende en laatste stelsel was in die tijd nog aan het komen. Dit was de era of tijdperk van de despotische keizers, die met grote wreedheid en absolute macht regeerden. Dit 7e stadium is met keizer Diocletian begonnen in het jaar 284 AD, maar duurde maar een kwart eeuw, dat wil zeggen een korte tijd. Tegen het jaar 313 AD is het Romeinse Rijk begonnen te verbrokkelen. De Griekse natie scheidde zichzelf van Rome af en in de dagen van Constantinus heeft Constantinopel Rome van haar macht beroofd. Dat kan u vinden in het prachtige boek van de schrijver Fox. Vers 11. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de 8e, maar het is uit de 7 en het vaart ten verderve. Dit dierstelsel die zal volgen, zou de 8e zijn, maar in wezen en principe niet verschillen van de enige van de andere 7 die hem zijn voorgegaan. Dit wordt door de geschiedenis bevestigd. Heidens Rome is eenvoudig overgegaan in het paapse Rome. Het Rome van de keizers is overgegaan in het Rome van de paus. Let op, het heidendom is alleen gedoopt. Er werden toen in opzichte nog dubbel zoveel een kind van de hel als zijn voorganger. Want nu heeft de wolf schaapskleren aangetrokken. En dit zal blijven tot aan de wederkomst van Christus, wanneer de Heere hem verdelgt met de adem van zijn mond en door de verschijning van zijn komst zal hij totaal verdwijnen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Dan moeten we ver teruggaan in de geschiedenis, want dan zal de strijd die in de tuin van Eden begonnen is tot haar einde gekomen zijn. De strijd tussen de slang en de vrouw en zijn en haar zaad, wat natuurlijk zaad is, waar ik de nadruk op leg, want dikwijls hebben deze 2 soorten zaden hun paden tensamen doorgevlochten en waren soms in dezelfde baarmoeder zoals bij Kaïn en Abel en Esau en Jacob. Hele interessante studie als u zich daarvoor interesseert. De Bijbel vertelt ons luid en duidelijk hoe deze zaak in elkaar steekt. Wonderlijk, maar vele mensen willen dat niet aanvaarden, omdat vele theologen de Bijbel geestelijk willen verklaren. Maar als koren en het onkruid zijn de voorwaarden dat zij met elkaar waren vermengd, hè, dat is van zo, en zal alleen in de oogsttijd door de maaiers van elkaar gescheiden worden. En dat wordt door engelen gedaan. En dat is ontzettend interessant, want wij kunnen niet het verschil tussen onkruid en koren. Daar moet je voor geschoold zijn. Dus er zijn 2 lijnen vanuit Genesis 3 vers 15, waarvan de Heer Jezus zelf zegt dat de een
de kinderen van het koninkrijk zijn en de andere de kinderen van de tegenstander van Satan. En er staat in de letterlijke vertaling dat het gaat om letterlijk nageslacht. En dat zal dus ook gebeuren aan de voleinding van de wereld, waar wij vlak voor staan. Als u hier naar luistert, dan moet u zich goed realiseren. Lees daarom Matteüs 13, vers 24 tot 30 en vers 36 tot 43. En dan wil ik God danken dat die dag niet ver af meer is. En daarom dat we de gelegenheid krijgen om te kiezen voor Jezus en niet voor Barabbas. We gaan het hebben over de 10 koningen, vers 12. En de 10 horens die gij zaagt zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Het boek Daniël en het boek Openbaring beschrijven beiden de heidense en paapse aarde in de termen van de 10 koningen. En ook de 10 tenen van Nebukadnezars beeld in Daniël 7 vers 24, daarin lezen wij dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan en aan een ander, dus dat is de paus na hem, met grote woorden zal spreken tegen de Allerhoogste en tegen de heiligen der Allerhoogste. En deze zal mishandelen, vers 25. En 3 koningen zullen neerwerpen. Na de val van het heidense Rome, dus de tijden van de keizers in het jaar 476 AD, heeft West-Europa zeer spoedig zich onder het pauselijke gezag geplaatst en uit hem zijn de 10 volkeren of koningen voortgekomen. Dat waren Beieren, de Franken, de Bourgondiërs, de Annemaniërs, de Serviërs, de Westgoten, de Alanders, de Vandalen, de Oostgoten en de Lombards. De laatstgenoemde 3 koninkrijken, namelijk de Vandalen, Westgoten en de Lombards, waren zeer machtige koninkrijken en lagen dicht tegen Rome aan, zoals door Daniël voorspeld was. Het andere horentje of papendom, 3 van die horentjes, ontwortelde. Nou, je moet het met aandacht lezen en in je fantasie zien hoe dat ontstaat. Zoals beschreven staat in Daniël 7, vers 8, vers 24. Dit betekent dat deze de andere 3 natie aan zichzelf onderworpen heeft. Dit was een zeer slimme strategische zet, want anders konden zij misschien een gevaarlijke vijand worden. Tot aan de val van het heidense Romeinse Rijk werden de Europese natiën vanuit Rome geregeerd en hadden nog geen koningschap ontvangen volgens vers 12. Dit wil zeggen, geen koninkrijk van zichzelf. Maar met de val van het Romeinse Rijk hebben zij uiteindelijk hun eigen individualiteit gekregen en hun eigen koninkrijk voor een tijd lang gesticht. Zij zijn opnieuw zeer snel heropgenomen na een uur. En dat duidt dus op een heel kort moment. Want in het Grieks staat het woordje mai hora. En dit duidt op een zeer kort moment. In het paapse dier, dus ofwel het stelsel van Europa, nadat de paus de macht van de keizers had overgenomen. Dit is ook weer een citaat uit het boek van Fox. Vers 13. Deze zijn één van zin en geef hun kracht en macht aan het beest. De geschiedenis laat zien dat deze 10 koninkrijken allemaal zonder uitzondering zichzelf aan het dierstelsel van paaps Rome onderworpen heeft. Zij hebben hun kronen aan de voeten van de paus neergelegd en aan hem trouw gezworen. Hij heeft deze koningen en oversten in de holten van zijn hand gehouden door middel van het feit dat hij hen heeft laten geloven dat het in zijn macht lag om de hemel te openen of te sluiten.
vers 14. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hem overwinnen, want hij is de Heer der Heren en de Koning der Koningen, en zij die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en de gelovigen. De geschiedenis bevestigt ons zeer duidelijk dat deze naties onder de invloed van het papendom stonden en de getrouwe volgelingen van de Heer Jezus Christus verschrikkelijk vervolgd hebben. Op deze wijze hebben zij tegen het lam oorlog gevoerd, want wie de nederigste volgeling van de Heer Jezus aanraakt, raakt hem aan. Nou, lees Matthäus 25 vers 41 tot 46 maar eens op na. Het laatste gevecht wordt voor ons zeer aanschouwelijk in Openbaring en verwante schriften beschreven. Hij is de Heere der Heren en Koning der Koningen. Laten wij de Heere Jezus prijzen en dit nooit vergeten. Zij die bij het lam waren, waren hierdoor grotelijks en heerlijk verzekerd en werden ondersteund, want zij waren geroepenen en uitverkorenen en getrouw. De uitnodiging is gericht aan een ieder die het wil ontvangen, zoals Johannes 3 vers 16 en een Openbaring 22 vers 17. Maar alle of diegene die antwoord geven op deze uitnodiging worden uitgekozen. Het helaas zijn het maar een paar getrouwen en ze zullen dan ook getrouw blijven. Maar zij ontvangen een zeer kostbare beloning volgens Openbaring 2 vers 10. Elke keer vind ik het triest als ik lezingen geef voor bijbelstudies dat christenen soms lauw reageren op de uitnodiging van de Heer Jezus. Hij kiest ons uit voor een geweldige hoge positie om met hem te regeren. En dan kijken mensen me soms aan of ik van Mars kom. Ja, Heer, dan denk ik bij mezelf, wat moet het naartoe gaan in de toekomst? Wanneer zullen de ogen van ons volk opengaan? Vers 15. En hij zeide tot mij, de wateren die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natie en menigte van volken en talen. De wateren, vers 1, zijn de natieën die onder die 10 horens vallen, die dronken en razend zijn. Wordt ook beschreven in Jeremia 51, vers 7. En wat is de vrucht van hun dwaasheid wat zij maaien? Het eind van de middeleeuwen, dat plaatje, dat wordt door de Heer Jezus zo mooi beschreven en beschilderd in Lucas 21, vers 25. Geeft een beeld van een zee brandende en die dreunt. Dit beschrijft voor ons die finale tragedische toestand van deze vele wateren. Het zijn dus de volkeren. Ja, er komt nog heel veel op ons af. De Europese naties zullen het pausdom stropen. Nou, vers 16 en 17. En de 10 hoorns die gij zaagt, en het beest, deze zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt haar vlees eten en haar met vuur verbranden, want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit geenszins te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden God zullen voleindigd zijn. De hoer zal het dier bereiden totdat Gods programma is afgehandeld. Dan zullen zij op hun rug springen en haar verteren. Wij kunnen dit vandaag al reeds zien in sommige katholieke landen van Europa. Het was te zien als een duidelijk voorspel in de Franse Revolutie, waarbij Rome steeds meer afgetakeld. Vers 18. En de vrouw die gij zaagt, is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Hier wordt Rome opnieuw herkend als de grote stad die heerschappij voerden over de koningen van de aarde. Lees daarom vers 9 nog eens over.
In de volgende hoofdstuk zullen we nu de economische fasen van het oordeel gaan zien.